Zo ziet een opleggertrekkend voertuig eruit. Het zijn motorvoertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC. Hun maximummassa is 3,5 ton of minder. Ze zijn ontworpen en gebouwd om een trailer met goederen te vervoeren, waardoor een trekker-opleggercombinatie 3,5 ton overschrijdt. Vanaf 1 januari 2018 moeten opleggertrekkende voertuigen kilometerheffing betalen in België. Op de openbare weg moeten ze dan altijd met een ingeschakelde onboard unit rijden. Dat toestel registreert en verrekent de gereden kilometers op de tolwegen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Je kan een onboard unit verkrijgen bij een van de dienstverleners die geaccrediteerd zijn door ViaPas. Dat is de overheidsorganisatie die de kilometerheffing coördineert en controleert. Voor meer informatie kan je terecht op de website van ViaPas.